Goedemorgen, vanuit de Protestantse Kerk van Dirkshorn. Namens de kerkraad van de Protestantse gemeente Haren-Karspel heet ik u allen, met ons verbonden, van harte welkom bij deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee André Wingelaar, Han Rus op piano en orgel en Jaap Dekker met trekharmonica verzorgen de muzikale begeleiding. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Riek Frans te Warmehuizen. Het intochtslied is Psalm 25 vers 1. Dat zal door dominee André worden voorgezongen. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst. Dankbaar dat ik vanmorgen voor mag gaan. Ook dankbaar dat wij als protestantse gemeente Haren-Karspel nu een keer onze zustergemeentes mogen ontvangen, al is het dan digitaal. Ondanks COVID-19 kunnen we op deze manier toch via de techniek met elkaar verbonden zijn. Maar bovenal zijn wij met elkaar verbonden door Gods geest. Het is vandaag de derde zondag in de 40 dagen tijd. De naam van deze zondag is Oculi en dat betekent ogen. En deze naam komt uit de psalm van de zondag die wij straks vervolgen. In psalm 25 vers 15 staat: Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Vanmorgen staan we stil bij Jezus, bij wat hij ziet als hij op het tempelplein komt. Hij ziet mensen die gevangen zijn in het net van de God van het geld. Vervolgens is zijn profetische daad van bevrijding nogal radicaal. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de levende, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft alle eeuwen door en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen de dienst met Psalm 25 vers 3. Waarop ik biddend blijf.
Wij bidden ons voorbereidings- en Kyriëgebed. En in de 40-dagen-tijd verzwijgen wij het Gloria. Laat ons bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is. Om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn. Om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Zie ons aan vanmorgen met al onze tekortkomingen. Zie uw wereld aan waar mensen lijden en elkaar tekort doen. Ontferm u over ons en onze wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart. Groter dan alle schuld in onze wereld. Gij zijt een schepper van een nieuwe toekomst. Een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. We vervolgen de dienst met lied 472, vers 1 en 2. Van uw naam, rond de verhalen die geschreven staan. Wij schuilen weg als vogels in het riet, zoekend naar warmte van een ander lied. Ontferm u, God, Kyrie Eleison. Wees ons nabij, kijk speurend naar ons om. Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, zonder u raken wij de liefde kwijt. Wij bidden ons gebed van de zondag. Gij, enige, die onze God wilt zijn, open onze ogen voor u. Kom aanwezig in ons midden. En zeg ons uw naam. Laat uw woord een kracht zijn die ons vrijmaakt, om elkaar van harte recht te doen. Omwille van Jezus uw Zoon, die uw naam geheiligd heeft. En die ons voorgaat in wat leven is. In deze 40 dagen en heel ons leven. Amen. Ik wil nu aan de ouders thuis vragen om hun kinderen, die misschien ergens aan het spelen zijn of wat dan ook, bij de camera of bij de televisie of bij de laptop of wat dan ook, op welke manier u ook maar meekijkt, om ze eventjes te roepen. Want ik heb voor hun even een verhaal en als het goed is wordt nu, dat kan ik hier vandaan niet zo gauw zien, maar wordt het spelbord geprojecteerd. En op dat spelbord, ik geef nog even de tijd dat kinderen naar de laptop kunnen komen, of naar de televisie. Op dat spelbord zie je het plaatje van vorige week, waar Jezus met een paar leerlingen op de berg stond en waar die kracht ontving van God. Nou, het is een spelbord en bij een spelbord hoort een dobbelsteen. En die heb ik maar even gescoord bij een kinderdagverblijf. En nou ja, met een dobbelsteen ga je natuurlijk gooien en het aantal ogen zegt natuurlijk hoe ver je dan mag lopen. Maar ik zeg alvast, het is wel een hele bijzondere dobbelsteen. Ik ga eerst maar eens gooien. Volgens mij als ik daar gooi, is dat dan, even kijken, waar is het te zien door de camera? Hier denk ik. Ja, als ik hem hier gooi, nou dan ga ik gooien. Nou, dat is, wat verzin je niet? Dat is 6. Dat is een beetje gek, want ik hoopte eigenlijk dat hij op 1 of 2 zou vallen. Maar hij valt op 6. Want ik zei al, dit is een hele bijzondere dobbelsteen. Ik noem dat de dobbelsteen van het koninkrijk.
Want die dobbelsteen van het koninkrijk heeft twee kanten. Namelijk, we gooiden nu 6. Maar voor het koninkrijk moet je altijd dingen ook vanaf de andere kant bekijken. En 6 is natuurlijk hartstikke mooi. Maar die andere kant, die mag er ook bij. Nou ben ik wiskundedocent, dus ik weet heel zeker dat aan de andere kant zit een 1. Dus dan komen we samen op 7. En dat is nou het mooie van de dobbelsteen van het koninkrijk. Wat je ook gooit, je komt altijd uit op 7. Nou, en dat betekent dus dat je op het spelbord mag je 7 plaatsen verder gaan. En heel toevallig, natuurlijk is dat niet toevallig, zo is het nou eenmaal gedaan, kom je uit bij een nieuw plaatje. En dan zie je een plaatje, dat als het goed is nu geprojecteerd is voor de kijkers. Ja, top. Dan zie je een plaatje van geldwisselaars. Nou, een tafel met geld erop. Dan denk je, dat is een bank of dat is een markt. Maar het bijzondere van vanmorgen is, dat is helemaal niet een bank of een markt. Die geldwisselaars, die zitten op het plein, die zitten eigenlijk in de tempel. Wij zouden zeggen, die zitten in de kerk. Die zitten daar geld te wisselen en die zitten daar dieren te verhandelen. Want dat is zo makkelijk voor de mensen die dan komen. Die kunnen dan hun dieren kunnen ze kopen en dan kunnen ze dat aan God geven. Dat is heel erg handig. En Jezus die loopt daar naartoe, die komt de tempel binnen en die ziet dat en die heeft zoiets. Wat is dit nou? Dit is het huis van God. In het huis van God moet je bidden, moet je stil worden, moet je offeren. Dat is de bedoeling van het huis van God. Het huis van God is geen marktplein. En dan wordt hij ontzettend kwaad. Misschien een beetje vreemd, ben je misschien niet gewend van Jezus, maar het staat er echt. Hij wordt heel boos en hij dondert die tafels om, hij gooit dat geld op de grond en hij jaagt al die verkopers met dieren, jaagt die weg. En hij zegt, dit is het huis van mijn vader, dit moet een gebedshuis zijn. En als je al iets wilt offeren, dan moet je dat niet doen van dieren die je even makkelijk met je eigen geld gekocht hebt. Nee, dan moet je dat doen van dieren die je zelf hebt grootgebracht en die je dan echt van jezelf aan God afstaat. Dat is wat Jezus duidelijk wil maken. God moet gediend worden in de tempel en niet het geld. Dat is het verhaal. Het verhaal voor jullie. Ik ga nu het projectlied zingen en daarna wordt het Bijbelverhaal gelezen. Nou, ik vind het hartstikke leuk als jullie nog even blijven kijken. Het projectlied. Volgt de schriftlezing door Andries uit Johannes 2. Johannes 2, vers 13 tot 22 van de Nieuwe Bijbelvertaling. Kort voor het Joodse paasfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars, die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.
Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hen: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden in de schrift en alles wat Jezus gezegd had. We vervolgen met lied 187. Runderen, schapen en duiven te koop, honderden feestvierders lopen te hoop. Kopers, verkopers, aanbod en vraag, er is veel te doen in de tempel vandaag. Jezus verschijnt en hij ziet alles aan. Afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. Woedend drijft hij met een gezel van touw die afgoderij uit het tempelgebouw. Dit is het huis van mijn vader, zegt hij. Heilig het daarom en houd het dus vrij. Van de verslaving aan goud en genot. Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen van God. Kent u deze Jezus? Het thema van morgen. Een contrastervaring is het, die Jezus die wij ontmoeten in de tempel. Omdat hij boos wordt, een zweep maakt, gewelddadig lijkt. En dit gewelddadige contrasteert met de Jezus die wij kennen. Als diegene die niet met een zweep slaat, maar zich laat afranselen met een zweep. Jezus' tempelactie contrasteert niet alleen met ons gangbare beeld van Jezus. In het verhaal ervoor, de bruiloft in Kana, zorgt Jezus ervoor dat het feest door kan gaan. En na het tempelverhaal volgt Jezus pastorale gesprek met Nicodemus. Voor en na de tempel zien wij een Jezus die ons vertrouwd is. Dus die tempelactie van Jezus staat ook in contrast met de directe context. Johannes wil met deze contrasterende context iets duidelijk maken. En om dit te begrijpen, gaan wij samen met Jezus op naar Jeruzalem. Jezus heeft vanaf Capernaum 100 kilometer een reis gemaakt naar Jeruzalem. Hij wil het Joodse paasfeest vieren in de tempel, in het huis van zijn vader. Als pelgrim voelt hij een heilige spanning en zijn verwachting is hoog gespannen. De tempel ingaan zal hem ontroeren, terwijl hij de psalmen van de opgang zingt. Hij zal in de nabijheid van zijn vader kunnen verkeren. En o, wat verlangt hij daarnaar. Hij wandelt de tempelpoort door, komt de voorhof van de heidenen binnen en dan ziet hij het. De voorhof. De plek waar wereld en tempel in elkaar over zouden moeten gaan. Een overgangsplaats, zoals het voorportaal van een kerk, waar je alvast stil kunt worden.
Zo'n heilzame stilte waarin je Gods aanwezigheid voelt. Maar binnen die voorhof, en dat is het deel waar dus ook de heidenen mogen komen, zouden zij ook iets van Gods aanwezigheid kunnen ervaren. Er is echter niets over van de stilte waarin offer en gebed plaats kunnen vinden. Men kan er niet offeren en bidden. Nee, men kan er offerdieren kopen en handelen. Want het is zo, als pelgrims een dier van hun eigen kudde offeren, offeren zij daarmee als het ware zichzelf, het werk van hun eigen handen. En dit ritueel heeft aanzeggingskracht ingeboet, nu ze een offerdier kunnen kopen. Wat heilig is, wordt handel. En het wordt nog onheiliger door die geldwisselaars. Die maken woekerwinsten door de koers die ze rekenen als de pelgrims met hun heidense munten de vereiste tempelpenningen moeten kopen. De voorhof is een wereld van loven en bieden geworden. Een plaats waar niet God, maar het geld wordt gediend. Hoe is dit zo gekomen? Ach, er is geen kwade opzet in het spel geweest. Het is niet bedoeld als opzettelijke ontheiliging. Nee, het is gewoon zo gegroeid. Levende dieren, tientallen kilometers mee sjouwen door de woestijn. Dat is toch niet te doen? Het is toch veel diervriendelijker als je gezonde, goede dieren kunt kopen ter plaatse om te offeren? En van het een komt nu eenmaal het ander en gemak dient immers de mens. Het is dus niet zo bedoeld, maar zo geworden. En niemand gaat er tegen in. En Jezus, die hier komt met het verlangen zijn vader te ontmoeten, ziet dit alles. Voor hem is dit praktische, noodzakelijke en wat handig is, totaal onverdraaglijk. Omdat door deze handel de ontmoeting met God wordt belet. En hij wordt razend als hij ziet hoe hier de godsdienst is ontaard. Want wat is slechter dan het bederf van het beste? Verliest hij zijn zelfbeheersing? Is het goddelijke verontwaardiging? We weten het niet. Wat wel zeker is, is dat niks doen voor Jezus geen optie is. Dat het wellicht onbedoeld zo is geworden en dat iedereen het maar zo laat, is voor hem geen reden om passief te blijven kijken. Hij maakt een zweep, drijft iedereen uit, mens en dier. Het Godvergeten schreeuwen voor de eigen winst is hem een gruwel. En zijn leerlingen, die zijn verbaasd over zoveel boosheid bij Jezus. En pas later, als Jezus ijveren voor Gods huis hem zijn leven heeft gekost, dan herinneren zij zich een psalm die zij verbinden met het leven van Jezus. De hartstocht voor mijn huis zal u verteren. Psalm 69, vers 10. De hartstocht voor Gods zaak heeft Jezus uiteindelijk verteerd. Zoals een kaars die opbrandt in de vlam, maar ondertussen wel licht verspreidt. Zo is Jezus met zijn hartstocht voor Gods zaak licht van de wereld geworden. Ook de wetgeleerden, de vrome Joden, zij hebben gezien wat Jezus doet. En ze zijn het op zich, net als Jezus, niet eens met deze tempelhandel. Ze weten dat het niet zo bedoeld is, maar ze durven er niet tegen in te gaan. Bang voor de menigte zijn zij en daarom laten zij alles maar zoals het is.
Want zo gaat het nu eenmaal. Er is weinig aan te doen. En dat is een herkenbare en begrijpelijke reactie. Laten we niet te snel over hen oordelen. Want in stilte bewonderen die wetgeleerden Jezus' profetische en moedige actie wel. Ze accepteren wat hij doet. Ze zullen er hoogstwaarschijnlijk achter hebben gestaan. Wel stellen zij als echte wetgeleerden vervolgens de vraag die iedere profeet volgens de Tora gesteld moet worden. Krachtens welke bevoegdheid treedt u op? Bent u een profeet? Bewijs het dan met een teken. En het teken dat Jezus geeft is een parabel, een gelijkenis van de tempel. En de wetgeleerden nemen zijn woorden letterlijk. Die tempel, daar was men al 46 jaar mee bezig. Hij was nog geen eens klaar. Maar daardoor begrijpen ze er niets van. Want om een gelijkenis te begrijpen is cognitief inzicht, kennis van het hoofd, niet voldoende. Er is affectie, spiritueel inzicht, kennis van het hart nodig. Alleen het kennen van het hart geeft inzicht in de weg die deze profeet moet gaan. En Jezus' leerlingen begrijpen het later pas, als hij is opgewekt uit de dood. En hoe is dat voor ons? Begrijpen wij deze gelijkenis ten diepste? Dat precies daar, in Jezus' sterven en opstanding, de sleutel ligt tot het begrijpen? Want 30 jaar voordat Johannes schreef, is de tempel al verwoest door de Romeinen. En Johannes probeert het verlies van dat oude godshuis, wat veel mensen zo dierbaar was, toch een zin en betekenis te geven. Jezus verrees, verkondigt Johannes. Hij is de plaats waar God nu woont. In hem wordt nu Gods vergeving en vernieuwing ervaren. In hem is de gemeenschap met God gegrondvest en blijft voor eeuwig behouden, onafhankelijk van een gebouw. Johannes tekent contrasten uit het leven van Jezus. Van de stille beslotenheid van het familiefeest in Cana in het noorden van het land trekt Jezus richting het openbare leven van Israëls godsdienstig centrum in het zuiden. In Cana verkondigt hij zachtmoedig het feest van de genade. In Jeruzalem brengt hij in heilige verontwaardiging de waarheid aan het licht. Zo wil Johannes ons laten zien dat Jezus vol is van genade en waarheid. Beide horen samen. Zo belichaamt Jezus God in ons midden. Jezus' tempelactie leert ons dat wat ooit goed was, niet van het ene op het andere moment slecht wordt. Nee, meestal wordt iets langzamerhand pas slecht. En heb je dat achteraf pas door. En dan kan het te laat zijn. Dat gaat via de weg van de geleidelijkheid. Tot besluit twee voorbeelden daarvan. Huiselijk geweld. Dat ontstaat niet van het ene op het andere moment. Ondanks alle goede intenties kan die eerste klap vallen. En die klap hoeft het probleem niet te zijn. Door eerlijk praten kan er verzoening en herstel plaatsvinden. Maar ja, wanneer gaat het dan wel fout? Bij de tweede klap of bij de derde? Het lastige is dat je daar geen eenduidig antwoord op kunt geven.
Er is altijd weer dat gevaar van de gewenning. En dan opeens is er misschien dat moment dat een partner misschien pas na jaren vaststelt. Dat er dus in een situatie van huiselijk geweld wordt geleefd. En dan kan een relatietherapeut die profetische stem zijn om dit te gaan inzien. En die stem kan de partners de moed geven het anders te gaan doen. Het tweede voorbeeld neem ik uit hoe dat vaak in kerkelijke gemeentes gaat. Praktische oplossingen zoeken en een goed financieel beleid voeren, dat is belangrijk. Maar ook hierbij moeten we altijd bedacht zijn op de weg van de geleidelijkheid. Die oplossingen en dat mooie financiële beleid kunnen werken als een fuik. Langzaam zwem je erin om na een tijd te constateren dat je gevangen zit. Dat onze oplossingen en het beheer van de centen heilig zijn geworden. En zij schreeuwen om aandacht, zoals die marktkooplui op het tempelplein. En daardoor horen wij het zachte fluisteren van de stem van God niet meer. En op zo'n moment is het echt de vraag: willen wij een profetische stem horen? Een oproep tot reiniging van al het menselijk gegroeide en vergroeide. En of wij daarin de stem van God herkennen. De stem die ons de weg wijst uit deze gevangenschap. De stem die ons de gelijkenis van Jezus in gedachten brengt. Dat wij in zijn sterven en zijn opstanding tot een nieuw verstaan mogen komen. Dat in Jezus op de derde dag een nieuwe woonplaats voor God is verrezen. Zo kunnen wij leren als gemeente in vertrouwen te kiezen en los te laten wat niet meer werkt. En in vertrouwen nieuwe wegen te gaan, Gods toekomst tegemoet. En contrast moet ik zeggen, tussen genade en waarheid, dat zal er altijd blijven in de kerk. De genade van het zachte, helende en oprichtende, zichtbaar geworden tijdens het feest in Kana. En ook de waarheid van het onderscheidende, het kritische en de oprecht brandende vurigheid van de liefde, die zichtbaar is geworden tijdens Jezus' actie in de tempel. Maar dat overleven we wel. Als wij in Jezus God maar onder ons laten wonen. Amen. Schepping die
Wij gaan over tot de dienst van de gaven en de gebeden. We doen ons dankgebed, de voorbeden, een stilgebed en het Onze Vader. Laat ons bidden. God, wij danken u dat u ons wijst op de weg van de geleidelijkheid van morgen. U laat ons zien dat er altijd profetisch gehandeld mag worden. Dat het mogelijk is met een nieuwe blik naar de toekomst te kijken. De toekomst die open ligt, omdat uw Zoon zijn weg tot het einde is gegaan. Levende, wij bidden voor alle mensen die uw aarde bewonen. Red de verdrukten. Ontferm u over kleine mensen. Richt op die gevallen zijn. Wij bidden voor hen die ons regeren, zij die macht ontvangen hebben. Dat zij hun macht gebruiken ten dienste van hun volk en niet om zichzelf te verrijken. Dat zij niet de God van het geld dienen. Houd uw ogen niet van hen af. Enige, wees met uw kerk, wereldwijd en hier in de buurt. Maak ons ervan bewust dat als wij de weg van de geleidelijkheid gaan, bewaart u ons ervoor om in de fuik te zwemmen en vast te lopen. Maak ons vrij, zodat wij horen naar uw woorden. Zodat wij tot een nieuw verstaan komen en vernieuwd verder kunnen gaan. Niet meer bang om het vertrouwde los te laten, zodat wij op weg durven gaan naar uw komende rijk. Wees zo onze gids en leid ons op de goede weg. Aanwezigen, wees bij onze zusters en broeders die lijden, lichamelijk of geestelijk. Doe uw naam eer aan en wees hen dicht nabij. Geef hen kracht. Wees met alle mensen die lijden aan COVID-19 en geef kracht aan de mensen die hen verzorgen. Geef zo dat mensen steeds naar elkaar omzien. Doe ons schuilen bij u, Gij Allerhoogste. In een minuut stilte openen wij ons hart voor u. Wij luisteren naar wat u ons zeggen wilt. Wij delen onze persoonlijke zorgen, onze vreugde en ons verdriet met u. In vertrouwen richten wij al onze gebeden naar u en luisteren naar uw stem. U die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen.
Aan u komt alle eer toe, vandaag en alle dagen, tot in uw koninkrijk. Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu de collecteaankondiging en met een muzikaal moment op orgel en trekharmonica. En daar staan de nummers op waarop u het geld kunt overmaken. We zijn toe aan het slotlied, lied 422. Was prachtig trouwens, de Rose, net. Now the Lord and Diva.
Natuurlijk, u bent al thuis. Normaal zouden we uit de kerk gaan naar huis. En toch mag ik u heen zenden. Niet letterlijk, maar figuurlijk. De nieuwe week in die vandaag begonnen is. En ik spreek de zegen uit. Maar de zegen ontvangt u niet van mij. Maar die ontvangt u van de levende God. De levende zegene u. En hij behoede u. De ene doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De aanwezige zij bezorgd over u en geeft u vrede. Amen.